Nou, en daar wordt weer druk gemaaid op de dijk. Er vliegt er nog heen, maar die was alweer voorbij. Ben ik nou hier daar? En weg was die weer. Nou, hoe is het dan? Nou, klaar! Nee, klaar! Klaar! Ik hoorde nog... Rijka! Het is druk in de lucht, want Jort, straaljagers, Jort, alles in de lucht. Maar oké, hou je wel vol. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Kom, naar binnen, naar binnen. En een geblad. Zo. Maar een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja. Het is alweer maandag. Met mijn stok opruimen. Het is alweer maandag, 13 september, en we leven om 14:34. Ik ben laat, maar ik heb boven ook het een en het ander gedaan. En ik zal hem even omdraaien. Dus ik heb nog geen oorbellen in, daar was ik net mee bezig. Maar er vliegen twee van die grote zwarte knapen door de lucht. En de eerste keer was ik te laat, ik denk, oh... Vlogen ze richting zee, maar ze zijn toch aan het draaien steeds. Dus ja, wat er aan de hand is, Joost mag het weten. Misschien weer oefeningen, ik weet het echt niet. Ze vliegen nog rond. Ik hoor ze wel. Zit er eentje achter de deur te mekkeren, die wil eruit, maar die mag er niet uit, want ik moet er nog uit. Dus ja, nog een hoop te doen. Ik moet ook nog naar Bruna toe. Ik weet niet hoe ik dat doe, of ik dat lopend met de honden doe, of dat ik gewoon een ronde doe en dan de booster pak. Ik weet het nog niet. Maar dat zullen we wel beleven. Ja hoor, jullie gaan gewoon mee. Jullie zijn altijd mee. Of ik nou wel vlog of niet vlog, jullie zijn mee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon met alles met wat jullie doen. Zowel met ons, van Corine en de Beestenboel. Wij jullie zijn aanbeland. Dus ja, geniet gewoon met hetgeen wat je doet en wat wij doen. Daar wordt weer druk gemaaid op de dijk. Ja. Dus ja, hoe die het doet, doet hij het. Ik weet het niet. Maar hij moet een heel eind weghalen. Hij gaat nou richting de Texas bootwerk. En ik denk dat hij dan weer zo'n schuim weer terugkomt. Oh nee, ze rijden met z'n twee. Ik zie er nog één aankomen. Moment geduld. Ja, jullie zien hem ook al. Ja, daar komt hij. Nou, geweldig. Een mooie groene dijk. In plaats van bruin. Ja. Dus. En allemaal hondjes. Allemaal hondjes. Ja, oh, ik ben nog ingezoomd, is ook zo. En mijn rollator rijdt weg terwijl die op de rem staat. Maar ja, dat wou ik jullie ook even laten zien. Ja, en hier zijn mijn dames. Allemaal hondjes. Lopen daar ook nog twee witte hondjes. Ja, twee stuks. Dus ja, we gaan weer verder. We lopen op de Kanaalweg en straks de hoek om en dan zijn we op de Weststraat. Ik sta nu met de booster even op de dijk. Om toch te zien wat is er aan de hand allemaal. Ik zie daar een of ander heel klein bootje liggen. Met een heleboel mensen erop. Ik heb er al wel een foto van weten te maken. Maar ja. Komt hij al in beeld. Ik weet niet wat voor een bootje dat is.
zitten mensen op. Want dan trekt ze de bootvaart uit. Even zien, waar is die? Want dan ben ik ingezoomd. Daar gaat die. Ik zal hem weer even uitzoomen. Verder uitzoomen, want ik word er zelf gek van. Dus ja, dat. Wat dat nou daar ook doet, weet ik niet. Het is een klein donker bootje, er zitten mensen op. Hoe en wat verder, weet ik niet. En de andere Texelse boot uit, vanaf Texel komt er deze kant op. Ja, dat dus. En dan gaat er daar nog heen. Dus ja, er is van alles en weer drukte op zee. Geweldig. Wij gaan nu richting de stad. Fietsen zo op de dijk. Heerlijk. Genieten. Dus ik zou zeggen, ja, geniet ook maar van alles. Met wat jullie doen. En dan komt het vast ook zeker wel goed. Waar ben je nou, waar ben je nou, lief zeehondje? Ja, lieve vrienden, ik zag weer een zeehondje hier vlak tegen dat nieuwe walbeschoeiing aan. En ja, hij schrok denk ik, of zij. Dus ja, toen dook ze weg met een kopje, of hij. Kijk, belletjes weer. Zien jullie dat? Ik denk dat het daar zit. Hou eens op jullie. Gaat. En dan zou je het net zien en dan komt het niet weer boven met kopje, hè? Nou, dat gaan we in de gaten houden. Maar ja, ik denk niet overdag met al dat werkzaamheden hier al. Ik was net te laat. Ik denk potverdikkie. Nou ja. Helaas, maar ook ik moet weer verder. Ik zie niks. We zien niks, nee. Het kan ook best wezen dat ze daar al is, nu. Of hij, ja, wat is het, hè? Een zeehondje, dat is het, maar ook daar heen meisjes en jongetjes van. Kom, lopen we weer een stukje verder. Weer een auto aan wachten. Weer een zeehondje. Ik zag weer een zeehondje. Ja, hier vlak voor mijn neus, maar hij schrok denk ik. Ja, en ik ben een vlogster. Ja, dat moet je gelijk erbij, hè? Ja. Het is vlak voor dat hout van de nieuwe walbeschoeiing. Zat er vlak voor. Ja, en dan blijf je koekeloeren, hè? Koekeloeren hier en koekeloeren daar. Nee, het kan ook die kant op zijn. Ja, het kan allemaal, je weet het niet. Wachten.
Ik zie niks. Ik zie niet weer een zwart kopje boven komen. Een zwart kopje met kralen, twee kralen oogjes. Zo lief, zo. Het keek me aan, oh, zo lief. We keken elkaar gewoon verliefd aan. Maar zo mooi. Ik was eigenlijk per jaar, ik was even verbaasd. Van, hè, nu, om deze tijd? Ik had het veel eerder verwacht, namelijk. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, er staat er eentje hier met de poten helemaal in de riem. Ja, helemaal erin. Dus ja, dat gaat niet goed komen zo. Ja, hè. Dus ja, ik ben benieuwd of ik hem morgenavond weer zie. Dat zeehondje. Ja, het is afwachten, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En we horen elkaar wel weer.